Hartelijk welkom op dit bevrijdingsconcert vanuit de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag. Het is hier een prachtige kerk met een heel beroemd orgel en het is een hele eer om op dit schitterende instrument te spelen. Ik ga beginnen met het lied Dank dankt nu al de God. En in gedachten gaan we dan terug naar bevrijdingsdag in Zutphen. Toen daar de kust veilig was, ging de blinde organist Cornelis Bute naar de kerk en hij beklom de orgeltrap en hij trok alle registers van het orgel open en toen golfden de orgelklanken door de kapotgeschoten ramen en wat speelde hij met vol orgel? Het lied Dank dankt nu al een God. En de mensen die buiten liepen in de binnenstad, die hoorden dat en die hebben ontroerd geluisterd naar dit prachtige koraal. Het lied Geef uw lot in handen van uw vader heeft heel veel betekend voor de verzetsvrouw Helene Kuipers-Rietberg uit Winterswijk. Zij heeft samen met Frits de Zwerver, dominee Slomp uit Heemse, de landelijke organisatie voor onderduikers opgericht. Ze heeft al veel meer verzetswerk gedaan. Ze is op een gegeven moment gearresteerd en in het concentratiekamp terechtgekomen. En ze is in 1944 gestorven in het kamp Ravensbrück. En volgens verhalen van medegevangenen heeft dit lied heel veel voor haar betekend. Het gaf haar heel veel steun.
In de jaren 50 is er een standbeeld onthuld in Winterswijk ter gedachtenis van haar dappere verzetswerk. En koningin Wilhelmina stond erop om dit beeld persoonlijk te onthullen. Je hoort heel vaak dat verzetswerk het werk is van mannen. En deze vrouw, die naam hoor je niet zoveel meer. En ik wil graag die naam weer onder het stof weghalen door dit lied te spelen. Ik kende het lied zelf niet. Mocht je het niet kennen, geeft niks. Het is een prachtige melodie van Franz Schubert. Ik ga nu voor u een stuk uit Amerika spelen, The Sound of Music, om onze Amerikaanse bevrijders te eren. Het is een musical. Het gaat over de familie Von Trapp. De vader is militair en die wordt op een gegeven moment opgeroepen om te vechten voor Duitsland. Maar de familie Von Trapp is fel tegen Hitler. En ze besluiten te vluchten naar het neutrale Zwitserland. En
Daar zijn prachtige melodieën op gemaakt om het verhaal te ondersteunen. En daar heb ik een soort selectie van gemaakt. En die liederen, musical liederen, heb ik geprobeerd op een creatieve manier te vertalen naar het orgel.
Hornpipe Humoresque is geschreven door een Engelse kathedraalorganist. Het is een typisch Engels stuk. Het lijkt een beetje op de sfeer van de Last Night of the Proms in Londen. Er zijn ook thema's die daar ook altijd gespeeld worden. Dit stuk heeft soms ook nog een verwijzing naar melodieën van Vivaldi of van Bach. Maar er komen ook echt typische Engelse stukken langs, zoals Britannian Rule the Waves. En ik heb er nog het lied Land of Hope and Glory aan toegevoegd. Dat is het tweede volkslied van Engeland. En op deze manier wil ik onze Engelse bevrijders bedanken. Thank you.
Psalm 43 wordt ook wel de Dordtse verzetspsalm genoemd. 13 maart 1941 gingen 15 mannen van de Dordtse verzetsgroep en die 3 februari stakers op weg naar de Waalsdorper vlakte, waar ze gefusilleerd werden. Daar komt onder andere het gedicht De 18 Doden van Kampert vandaan. Die heeft dat gemaakt naar aanleiding van deze gebeurtenis. Volgens de overlevering ging Leendert Keesmaat, een onderwijzer uit Dordrecht, toen hij daarheen ging, Psalm 43 inzetten. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden. En misschien hebben ze ook het 4e couplet gezongen, dan ga ik op tot Gods altaar. En toen ik dit verhaal hoorde, toen trof mij dat echt. En dan zag je de kracht van de psalmen en ook hoe die tekst zo naadloos aansloot bij de situatie waar zij mee te maken hadden. Vers 1 ga ik op een gegeven moment wat schrille akkoorden gebruiken, maar u zult begrijpen, dat heeft met gerechtigheid en trouw vertreden te maken en dat kun je niet met lieflijke klanken spelen.
Hatikwa is het Joodse volkslied. En daarin wordt de hoop bezongen om terug te keren naar Israël, het land van de voorvaderen uit alle windstreken van deze aarde. Op YouTube is een filmpje te vinden van een opname van de BBC. En die is gemaakt na de bevrijding door de Amerikanen van de Joden in het kamp Bergen-Belsen. En dan zingen zij op echt indrukwekkende wijze dit volkslied. En ik maak er ook een hele verstilde bewerking van. Ik maak heel veel gebruik van het zwelwerk, het derde klavier. Dat zijn deze kleine registertjes. En bevrijding is natuurlijk iets om blij over te zijn, maar ik wil ook hier toch denken aan het grote leed wat de Joden is overkomen. Thank you.
Onze Canadese bevrijders wil ik eren met een originele compositie voor orgel. De Canadese componist Denis Bédard schrijft heel veel voor orgel en zijn werken worden ook veel gespeeld, ook in Nederland. Ik speel van hem een mars, een vrolijke opgetogen mars, die ook prachtig op dit orgel in Den Haag klinkt. Bij het volgende stuk eer ik onze Schotse bevrijders. Het instrument van Schotland is natuurlijk de doedelzak. Ik probeer dat instrument na te bootsen op dit orgel. Highland Cathedral is min of meer het tweede volkslied van Schotland. Het is wel een beetje bijzonder dat ze dit lied gekozen hebben. Dit lied is geschreven door twee Duitse componisten. Maar ja, het voelt heel Schots en het is toch ook wel mooi om in deze tijd dan ook weer op die manier iets te spelen. Een Duitse compositie, maar toch om onze Schotse bevrijders te eren.
Onze Poolse bevrijders wil ik bedanken met twee stukken. Eerst een treurmars van de Poolse componist Frédéric Chopin. Het is geschreven voor piano, maar ik heb het omgewerkt voor orgel. En als tweede stuk speel ik het prachtige volkslied van Polen. De Polen hebben meegevochten om Europa te bevrijden vanaf de landing in Normandië. En ze wilden op die manier doorstoten om Polen te bevrijden. Generaal Sosabowski was de bevelhebber van het Poolse leger. En die waren in Arnhem onder andere, bij de slag om Arnhem. En die hebben geholpen om de Engelsen weer in veiliger gebied te krijgen toen die slag mislukte. Generaal Sosabowski schijnt op een oude damesfiets voor de Engelse tanks gereden te hebben om aan te wijzen waar Duitsers zaten. En zonder hun dappere optreden waren de Engelsen in de pan gehakt. Na de oorlog konden ze niet naar Polen, want dat was inmiddels bezet door de Russen. Ze moesten weer terug naar Engeland. De slag bij Arnhem was mislukt. Generaal Montgomery heeft Sosabowski en de Polen tot zondebok gemaakt. Hij zegt: door jullie slappe optreden is die slag mislukt. En dat was geheel ten onrechte. Dat is in 2006 ontdekt door journalistiek speurwerk van Geert-Jan Lasche. En door dat speurwerk van hem zijn de Polen weer in, ja, ze hebben weer alle eer gekregen die ze verdienen. En daarom speel ik nu twee stukken uit Polen.
Dit concert heb ik aangeboden gekregen van mijn mannenkoor Stereo uit Geelemuiden. Zij hebben de kerkhuur, de orgelstemmer, de opnameman betaald. Ik wil ze hier heel hartelijk voor bedanken. Mocht u een gift over willen maken om mij als muzikus te steunen, dan wordt dat natuurlijk zeer gewaardeerd. Ik wil u ook hartelijk dank zeggen voor giften die u al eerder overgemaakt heeft bij andere online concerten. Stimulans om hiermee door te gaan. U kunt dat doen via de QR-code of via het banknummer wat vermeld is bij deze video. Ik ga nu afsluiten met twee stukken van Jan Zwart. Een Valeriuslied, Gelukkig is het land. De Valeriusliederen waren in de Tweede Wereldoorlog ook tot grote inspiratie voor de verzetsmensen. Want het waren natuurlijk geuzenliederen, verzetsliederen uit de 80-jarige oorlog. Als laatste stuk speel ik het Wilhelmus van Jan Zwart. En Jan Zwart heeft op prachtige wijze de bede uit Psalm 134, dat zeer een zegen op uw daal, verwerkt in zijn fantasie. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht voor dit concert. En u zag tijdens dit concert twee registranten die mij hielpen bij het concert. En dat was aan deze kant Luc Schuurman en aan die andere kant Rolf Jansen. Luc en Rolf, ook heel hartelijk bedankt voor jullie assistentie. Thank you.